My name is Christina, and I am a postdoctoral researcher and coordinate the BioStable project together with the professors. Guaranteeing safe drinking water for citizens is essential. The quality of drinking water is influenced by physicochemical and microbial processes during storage and distribution. After all, drinking water is not sterile, and microbial regrowth and conversion of organic components in the water can lead to odor and taste complaints, can damage the pipes, and can contaminate the water with pathogens. These are the issues that we are addressing at the BioStable project. We aim to provide high-quality drinking water that will remain of high quality throughout the distribution network until it reaches your tap. What I really like about the project is its social implication. Having access to safe drinking water is important today, but also there will be many challenges to address with climate change, and I'm happy that BioStable is part of that conversation. Het Vlaams parlement bestaat uit verschillende politieke fracties, elk met een eigen identiteit, standpunten en meningen. Stel eens voor dat we slechts één centrale autoritaire partij zouden hebben, zoals in 1984 van George Orwell. Een ware bedreiging voor de democratie waar enkel de mening van Big Brother telt. In analogie met de politiek wordt de organische stof aanwezig in het drinkwater momenteel slechts door één groepsparameter gecharacteriseerd, zoals totaal organische koolstof of de chemische zuurstofvraag. Deze parameter zegt wel iets over het water, maar zeker niet alles. In realiteit bestaat ons water uit verschillende organische fracties. In mijn doctoraat wil ik onderzoeken wat het effect is van deze individuele fracties op de biologische stabiliteit van ons drinkwater. Om deze fracties te isoleren, maken we gebruik van membranen. Dat zijn heel selectieve filters die ons in staat stellen om deze fracties apart te bestuderen. Samen met mijn andere collega's in dit project ga ik op zoek naar specifieke organische fracties om op die manier gericht problemen in zaken geur, kleur, smaak en desinfectiebijproducten op te lossen. Hallo allemaal, ik ben Zoe en ik ben een doctoraatstudent bij NVOC en ik werk ook op het project van BioStable. Mijn onderzoek gaat over organische componenten die zelfs al bij heel lage concentraties kunnen zorgen voor geur- en smaakafwijkingen in drinkwater. En hoewel dat dit niet altijd of helemaal niet gelinkt is aan veiligheidsproblemen, zorgen die componenten er wel voor een negatieve perceptie van de kwaliteit van drinkwater, waardoor dat vaak mensen gaan overschakelen naar flessenwater. En daarom willen we in dit onderzoek gaan nagaan welke componenten dat zijn en met welke analytische methode we die componenten kunnen identificeren en kwantificeren om zo een beter idee te krijgen over het profiel en ook de concentraties van organische geur- en smaakcomponenten in drinkwater. Daarnaast is het ook belangrijk om de vorming van die componenten en ook de factoren die daar een invloed op hebben te gaan ontrafelen om hier dan uit finaal aanbevelingen te kunnen geven om dan smaakvol kraantjeswater te kunnen garanderen. Goeiedag iedereen. Ik ben Fien Wagenaar, PhD-student bij CEMET en werk ook op het project BioStable. Ik focus me vooral op de microbiologie in het drinkwater. Dus de drinkwaterbedrijven die kunnen veilig en kwaliteitsvol water garanderen wanneer het water het productiecentrum verlaat. Maar tijdens de distributie is het moeilijker om dit te controleren en op te volgen. De drinkwatergemeenschap kan bijvoorbeeld opnieuw gaan groeien doordat de concentratie van vrijchloor daalt, of er kan een fase gebeuren van ongewenste micro-organismen. En deze zaken die kunnen de kwaliteit van het water beïnvloeden. Maar onder welke omstandigheden kan hergroei nu gebeuren? Of wat zijn nu de bepalende factoren om invasie van ongewenste micro-organismen te vermijden? Het doel is om de komende jaren de beïnvloedende factoren te begrijpen en te kwantificeren. En op die manier zal het mogelijk zijn om een stabiele en resistente drinkwatergemeenschap te gaan definiëren. Dank u wel. Hallo, ik ben Bram Malfroot. Ik ben doctoraatstudent bij Biomat en mijn onderzoek maakt deel uit van het BioStable-project. Hierin streven we naar biostabiel water,
ofwel water waarvan de kwaliteit niet verandert tijdens het transport doorheen het drinkwaternet. Mijn focus ligt op het ontwikkelen van computermodellen die de waterkwaliteit en het risico op kwaliteitsproblemen kunnen gaan simuleren. Een eerste deel van mijn onderzoek is om alle stoffen en organismen die de kwaliteit kunnen beïnvloeden, gaan op te nemen in de bestaande software. Vervolgens zullen we bepalen in welke mate de aanwezigheid van een bepaalde component een risico kan vormen voor de kwaliteit en dus voor de biostabiliteit. Uiteindelijk zullen de drinkwatermaatschappijen dan beschikken over een krachtige tool om kwaliteitsproblemen te gaan voorspellen, te analyseren en om mogelijke oplossingen te gaan simuleren, waardoor er in praktijk snel en gericht kan gehandeld worden. Hallo, ik ben Jorien Favere, doctoraatonderzoeker bij CMET. In mijn onderzoek ontwikkel ik een nieuwe technologie om ervoor te zorgen dat het drinkwater veilig blijft tot aan de kraan zonder gebruik te maken van desinfectie zoals chloor. Hiervoor gebruik ik onschadelijke waterstofoxiderende bacteriën. Deze bacteriën zijn de enigen die uit waterstofgas en zuurstofgas hun energie kunnen halen. Door die gassen aan het water toe te voegen, zullen zij de voedingsstoffen voor andere, mogelijk schadelijke bacteriën limiteren. Zo hopen we in de toekomst de microbiële drinkwaterkwaliteit aan de kraan op een duurzame manier te kunnen garanderen. Hallo, mijn naam is Caroline. Ik ben een doctoraatstudent aan de Universiteit van Gent en Rijssel en ik doe onderzoek naar de vorming van desinfectiebijproducten in ons drinkwater. Desinfectiebijproducten worden gevormd wanneer we ons water gaan chlorineren. Dit is een zeer efficiënte methode om bacteriën en andere ziektekiemen uit ons water weg te houden, maar heeft dus als nadeel dat er andere bijproducten worden gevormd waarvan we eigenlijk niet weten of ze wel schadelijk zijn voor ons menselijk lichaam. Daarom ga ik in mijn onderzoek er enerzijds naar proberen zoeken waar dat deze desinfectiebijproducten vandaan komen, maar ook hoe schadelijk ze eventueel kunnen zijn voor ons menselijk lichaam en meer bepaald voor onze darmwandcellen. Ik vind dit een zeer interessant onderzoek, zeker gezien de klimaatsverandering, waarbij we dus meer en meer op zoek gaan moeten gaan naar alternatieve bronnen voor onze drinkwaterproductie, die dus eventueel ook van minder goede kwaliteit zullen zijn, en waarvan we dus toch wel zeker willen weten dat deze bijproducten in hogere concentraties niet schadelijk zullen zijn voor ons menselijk lichaam.